Ja, dat weet ik ook niet. Hoe dat zit. Zit er geen instellingen? Nee. Hij doet. Nog eens? Naar zijkant? Ja, doet hij het nu? Even kijken. Ja. Ik hoor hem, ik hoor hem. Ik hoor jou, broeder. Ik ja, hoor ik kreeg, jou. Hulp van mijn lieve vrouwtje. Ja, ja. Lekker. Goed bezig. Goed bezig, broeder. En kijk, krijg jij de link op jouw telefoon als ik hem stuur? En dat zou helemaal mooi zijn. Nou, nee, dat lukt me niet. Nee, nee, nee. Nee, dat niet. Hoe doen we dat dan? Link delen. Link delen. Maar dat kan ik nu niet. Dat is kut. Dat is kut met peren. Maar dan konden we even meer delen. René, jij kent dit delen, toch? Jij kent dat delen. Ik kan wel meer mensen uitnodigen misschien. Ja, dat moet je gewoon doen. Allemaal uitnodigen. En dan komt het wel ergens. Maar we moeten het ook kennen. Doe mij eens deze link. Deze link. Van deze link moet je mij kopiëren. Waar we nu in zitten. Kopieer naar mij. Dit is wel heel goed eigenlijk, hè? Zo. Ben ik alsnog lui? Heb je hem gedeeld naar mij nou? Die link van StreamYard. Is dit StreamYard? Nee, dit is geen StreamYard volgens mij. Nee, hè? Hoe kan ik dan bij jou erin komen? Hè? Ik heb een blok, hè? Wist je? Ik heb gewoon een blok, hè? En ik kan bij jou er gewoon in. Dat is wel grappig. Ja. Toch? Ik heb even hoera, hoor. Ja. Pak er even een biertje bij, dat mag ik wel, hè? Nee. Ik weet, je hebt een hekel aan bier, maar ik mag dat wel, hè? Ik moet even die blikken moeten op, want dat vergif moet weg, hè? Ja, moet even spoelen, hè? Even spoelen. Moet even spoelen. Moet even spoelen. Waarom ik moet spoelen? Dat komt van nare mensen zoals Kaas Hardaan. Kaas Hardaan, de kaas vereten. Het is niet alleen een kaas vereten, maar het is ook een imbeciel. Dat zijn rare verrassen en verhalen en noem maar op wat die allemaal te verkondigen. Toch? Maar dit is klote met die oplaaien. Moet ik even af en toe in de gaten houden, hoor. Kijk, zo kunnen we weer eens even gaan praten natuurlijk. Want na de aflevering van mij, toen ik live was, zijn er heel veel dingetjes gezegd dat zogenaamd Albert Fidera was, terwijl deze man gewoon hard aan het werk was. Of net uit zijn werk kwam. En hij heeft het nog eens meegemaakt wat er is gebeurd. En dan wordt er opeens gezegd dat hij dat is. Het is helemaal niet. Want hij heeft een grootste ruzie gehad zelfs met deze Fidera en noem maar op, weet je. De grootste ruzie. De grootste ruzie. Over zijn vader en alles. Noem maar op wat hij allemaal mee heeft gemaakt. Dat kan niet, weet je mensen. Dat kan gewoon niet. En dan het vingertje wijzen. Nee, Kaas Hardaan heeft mijn adres gegeven. En Jurgen Smits. Over mijn zoon. Kaas over mijn kind praten. En hoe heet dat? Sven Schmitz natuurlijk. En ja. Weet je. Het zijn de vieste mensen die op de aardbodem. En drie keer is scheepsrecht bij mij. Drie keer is scheepsrecht. Klaar. Snap je? Als je mijn adres erop wil gooien. De hele wereld weet het. Het gaat erom ook dat je over mijn kind hebt gepraat. Dat is die ene keer. En die tweede keer dat je me bij Marion Weijenberg met een mes
Weer een foto in met leuke teksten. Herinner je dit nog? Voor mij is dat genoeg, weet je. En Sven Schmid staan er ook nog bij. Jullie zijn zo dom als een achterkant van een varken. Nog domme. Ja, varkens zijn, dat is afvalvlees. Hè? Ja, dat is allemaal afval. En zijn nog erger dan afval. En je weet wat we met afval doen, dat eten we op. Snap je? Afval eten we op. We krijgen allemaal afval. En geloof me, dit keer, hè, Kaas Adam, kom jij er niet makkelijk vanaf. En jij ook niet, Sven Schmid. Ja? Zorg maar vast voor een schuilplaats of wat dan ook, jongen. Dus jij bent echt te ver gegaan met mij. Ja? Ik heb elke keer maar gezwegen om dit en dat, weet je. En dit keer gaat het me nu te ver. Met jullie zijn het. En als mijn mattie en mijn broeder hier wordt voor vingertje wordt aangewezen, ja, dat kan niet. Waarom niet? Omdat deze andere mensen die ik net benoemde, allemaal de rotzakken, rotte appels zijn. En we zijn al een hele tijd bezig. Hij moet bezig zijn met zijn kind. Ja, en met zijn vrouwtje. Daar moet hij mee bezig zijn en op concentreren. En niet op mij moet hij concentreren. Want aan mij heb je niks. Ja, en zeker niet als je foto's. Dan ben je geobserveerd met mij bezig. Dan ben je niet met een doel bezig. Dan ben je met andere negativiteit, slechte dingen ben je mee bezig. Dan. Dat kan niet. Snap je? Maar nu ga ik even een biertje pakken, want ik moet spraakwater hebben namelijk, hè? Doe dat, maatje, doe dat. Luister, voordat jullie wat vals lopen te beschuldigen, hè? Denk dan eens een keer naar. Ah, ja? Nee, praat gewoon, hoor. Leg het uit aan de mensen. Nee, beschuldigen van iets wat ik niet doe. Waar ik eigenlijk helemaal... Daar heb ik helemaal niks mee te maken. Hè? Achter mijn rug, man. Zijn jullie wel lekker bij jullie hoofd of zo? Willen jullie eenheid hebben? Dan moeten jullie zo niet doen. Met de mensen. Hè? Jullie kennen mij nog niet eens. Jullie weten niet eens wie ik ben. Hè? Weet je wie er toen heel veel last van heeft gehad? Mijn vader. Hè? Mijn vader. Nee. Debbie Beukwielde kwam aan zijn deur, hè? Op de camping. Hè? Juist. Dat vergeef ik die persoon nooit. Juist. En nou achter mijn rug om lopen lullen. Sukkels. Inderdaad. Ja, ik doe even mijn zegje ook. Ja, wat doe maar. En toen kwamen wij tot elkaar. En jij liet mij een foto zien over die Jurgen Smits en alles, weet je. En hij hoort daar ook bij. Het is allemaal één vieze klikkie. En dat klikkie gaat opgeruimd worden. Onthoud dat. Dat moet ook wel, want ze zorgen voor... schijnheilig, ja. Want ik wil wel eens weten waarom ze vastzitten zo lange tijd, die vieze schijnheilig. Zoals die Julia en noem maar op. Er zit meer achter. En niet alleen maar achter wat zij hebben gedaan, nee, er zit meer achter. Volgens mij heeft zij heel lang moeten zitten om het gebied dat zij bij Mita dingen heeft geflikt. En ook bij mij al dingen heeft geflikt. En bij Albert dingen heeft geflikt. Zou zomaar kunnen. Ik weet het niet, maar het zou zomaar kunnen dat de politie zelf al sporenonderzoek heeft nagedaan. Ja, maar ze nemen een demo-wereldje wel heel serieus. En dat moeten ze ook doen, want dit is de laatste keer dat Hans Adam nog ooit iets over mij heeft geschreven. Onthoud dat. Ja? Want die Kaas die is te ver gegaan. Hij is al 3 keer te ver gegaan. En bij mij is 3 keer scheepsrecht. Ik vind altijd je mag kansen hebben. Ook al heb je iets heftig tegen me gedaan. Maar ik snap niet waarom. Ook die ene keren niet. Ik snap Jurgen Smits ook niet. Ja, omdat ik hem een keer een nep-veteraan heb genoemd. Een keertje. Oh, wat erg. Zeg, wat hij allemaal over mij hebt gezegd. Oh. Maar sindsdien alleen maar... Rotte appels. Alleen maar rare dingen. Zoals in de eerste streamyard van Hans Hardam, Jurgen Smits. Die kwam er later bij, weet je. Door Hans van Os. Ja, Antje van de Hoeven die kwam tegelijkertijd met Jurgen Smits. Dus deze mensen konden elkaar al een tijdje. En deze mensen waren toen ook al bezig met stemverwisselaartjes, met microfoontjes. Chris Volgers ook, Marco de Connector, hè, die kennen we ook nog.
Dus, snap je? En onze Angie Maria, die is namelijk ook met ons bezig. En Siblessie had ik ook nog begrepen. Ik heb jullie allemaal door. Ook door mijn netwerk heb ik jullie te pakken. Want jullie hebben jezelf nu bevestigd om met Kaas Adam. Hoe dom kun je zijn om Smits erbij te taggen? Ja? Om mij zwart te maken. Dat is het domste. Maar tegelijkertijd gauw sleutel voor mij. Een bevestiging. Maat. Een bevestiging waar jullie mee bezig zijn geweest. Dat is die bevestiging. En ik had die bevestiging al. Maar ik denk, die jongens ook. Waar ik ook bij zit, bij de ESV. Ja, en bij de andere groepen. Ja, bij de harde groepen zit ik altijd. Want ik ben een extreme activiste. Ja, ik hou van extreem. Ik ben niet van het zachte gekookte eieren gedoe. Ja, want ik zie het ook niet dat er onze bijeenkomsten tot zachte gekookte eitjes zijn. Wij zijn mensen, hè? Wij praten. Wij willen bundelen. Wij willen iets groots maken. Natuurlijk weten wij met onze domme kop dat wij niet winnen. Wij verliezen ook van de NATO nu. We verliezen van Brussel. We verliezen van de overheid. Waarom? Omdat er demonstranten zich voordoen als een demonstrant, als Tinescoops, als Sven, als al die andere ratten. Ja, daar komt het allemaal door. Die alles kapot lopen te maken. En dit keer gaan hun het meemaken. Ja? En nu gaan er ook binnenkort heel veel stille mensen gaan er binnenkort. Binnenkort komt er niks meer, denk ik, over Fidair of wat dan ook op pagina's. Omdat deze mensen aan worden gepakt. En wanneer? Maakt niet uit. Dat zeg ik. Ik zeg dat ze aan worden gepakt, omdat ze mij ook aanpakken. Ze willen me aan laten pakken. Onthoud het! Ik ben een vos. En een wolf tegelijk. Ja? En onthoud, ik ga jou echt pakken. Geloof me, Hans Adam. Ik ga jou pakken op mijn manier. Ja? Want je kan pakken en zeggen, oh, hij dreigt maar. Want daar zijn jullie goed in. Want als het te heet onder jullie voetjes worden en het wordt te heel hevig gehegen in jouw nekkie, in jouw nekvelletje, ja, dan is het afgelopen, hè? Dan gaan jullie bellen. Oh, help, politie, help. Dit keer ga je geen hulp meer krijgen, vriend. Dit keer gaan de mensen in jouw eigen dorpje, in de stad, gaan met jou even praten, Mattie. Jij hebt mijn adres. Jij denkt als een rat in een holletje rustig te zeggen dit en dat, hè? Laten we maar Rijke de Jonge als een voorbeeld nemen. Die heb hem, hè, ook verraaien en genaaid. Ja, waarom? Omdat Chris Volgers opeens Albert gaat bellen. Hoe komt opeens Chris Volgers aan een anoniem nummer? Terwijl Marijke de Jonge elke keer met Albert bezig was. Ook met zijn vader. Jij bent ook nog niet klaar. TCI-informantje Marijke de Jonge. Want je kan hier wel meeluisteren en meekijken en noem maar op. En dan kun je ook wel bij Jurgen Smits voor de deur hebben gestaan. Het kan allemaal toneel geweest zijn. Ja, want ik ken Jurgen Smits die doorgesnoofde snuifkuif. Ja. Als er zo iemand als jou daar voor de deur staat, dan zou die parren in zijn hoofd worden. Het is allemaal een toneelstuk wat jullie hebben gespeeld. Ja? Jullie hebben constant toneel gespeeld. Al 2,5 jaar hebben jullie toneelstuk gespeeld. Ja? Jullie hadden nooit wat met de gele hesjes te maken vroeger, joh. Nooit. Tinescoops, jij hebt ook nooit met de gele hesjes wat te maken gehad. Nooit hebben jullie dat mee te maken gehad. Onthoud, ik was al van 2018 bezig met strijden. Onthoud dat, weet je? En die andere mensen, die kwamen er opeens bij. En toen gingen opeens die rare dingetjes gingen opeens beginnen. Via die streamyards ging dat opeens beginnen. Die rare dingen. Allemaal rare dingen begonnen er opeens. En dat... Wat ze allemaal al hebben bevestigd. Zogenaamd dat Kaas Adam alles kwijt is geraakt door Fidair. Natuurlijk zou ik ook mijn stoepje schoonvegen. Want dan word ik nooit meer aangekeken dat ik Fidair ben. He? Want dat is het namelijk, Kaas. Want je lieg en bedrieg. En dan snijd jezelf in je vingertjes, maatje. Je snijdt je constant zelf in je vingertjes. En kom jij dan met je kankerkop aan mijn deur? Je hebt mijn adres toch? Dan moet je die Sven ook gelijk meenemen en die kankerratten er ook bij. Maar zo zelfverzekerd ben jij niet, hè, kankerratje. Want ik kom gewoon binnenkort naar jou toe, Martie. Scheelt je ook benzine? Ja, want ik ben geen babbelaar. Ik ben niet zo iemand die adresjes erop gooien. Ja, adresje wordt geregeld. Maar ja, door mensen.
Door zelfs door Rotterdammers, door Amsterdammers, door alles. Ja, ik krijg jouw adres, motherfucker. En als ik jouw adres heb, dan gaan we verder stappen ondernemen. Wat denk jij, vriend? Dat jij er hier makkelijk vanaf komt. Je bent al 2 keer bezig geweest en dit is de druppel. Je bent 3 keer nu gebeurd. 3 keer scheepsrecht bij mij. Ga meemaken wat er gaat gebeuren, Mattie. Ga echt helemaal meemaken wat er gaat gebeuren, Kaasje. En Svensie. Svensie, Smitsie. Hè? En die geluipert van die kinderscoops er ook bij. Dat is ook zo'n viezet. En de andere, die geluipers, die er ook bij lopen constant. Weet je, zat dat het worden met die geluipers? Hè? Een beetje klaar zijn we met die geluipers. Want als je babbels hebt, ja Kaas, dan had je toen in Den Haag moeten blijven. Moest je daar staan, toen ik er voorbij kwam lopen. Ja? Toen ik samen met Albert daar liep, ja, dan was je nergens te vinden. Pushy haar dan. Zo beide aan ben ik. Waarom ik jou niks heb gedaan, ja, ik heb respect. Terwijl jullie geen respect hebben voor mijn vlees en bloed, voor mijn kind, weet je? Ik wel. Waarom? Ik heb jou laten gaan. Ik heb jou, denk, oké, deze mensen weten niet beter. Ik laat hem gaan. Ik laat ze gaan. Waarom? Omdat jij vrouwtje hebt, ja, toekomst, kindje. Maar jij bent ontwetend. Jij gaat klappen krijgen zo hard dat je dat nooit in je hele fucking kankerleven hebt meegemaakt. Onthoud dat maar. En dat zijn geen babbels, nogmaals. Je gaat ze krijgen, vriend. Het maakt niet uit wanneer je ze gaat krijgen. Onverwacht ben ik bij je. Net zodat ik in Den Haag kom. Ja, met jouw grote smoel dat je dit en dat kan zeggen en wat dan ook. Waar was je dan, je vieze pussy die hier rondloopt? En je andere mannetjes. En dan komt er een Jeroen tegen mij. Dit en dat zeggen. Wie ben jij dan, gek? Jij gaat toch die Kaas Adam erbij roepen en Antje van de Hoeven? Je bent niks met mij, tegen mij, hoor. Omdat jij een leren jasje aan hebt of wat dan ook. Je bent niks. Je bent helemaal niks, Jeroen. Want ik kom ook zo naar jou toe met je kankerkop, hè, vriend? Met je mensen toevoegen en dit en dat, hè? Want dan ga ik ook even mensen bellen met een jasje aan en wat dan ook, ja? Want je moet niet dom bij de hand gaan doen met mij, Mattie. Ga niet bij de hand doen. Want je hebt echt kankerproblemen met mij. Sowieso. Met jou heb ik niks te schaften. Maar als jij die mensen erbij wil gaan halen, dan mag jij dat doen met je pleurisbek van je, ja? Maar ga niet bij de hand praten tegen mij, motherfucker. Ga niet bij de hand tegen mij doen, ja? Want jij bent ook bezig met verdeeldheid. Sluit je gewoon aan, joh. Bij mensen zoals bij de vrijheid van de soldaten of bij de gele hesjes of wat dan ook. Nee, jullie moesten altijd al een andere naam, een andere vlag, een podium halen. He, nog steeds toch met je kleine kankergroepje in Den Haag daar een beetje lopen rantefanten. Een beetje stoel lopen doen. Een beetje wijs lopen doen tegen de Wouter en wat dan ook. Wie zijn jullie hier? Jullie zijn maar niks hier. Maar niks. Wie ben je hier? Een stroom voor me. Maar niks. Zou ik echt de captains er even bij roepen? Mafklappers. Wat denk je nou? En jullie zijn niks. Nogmaals, niks. Mensen die mij zo laag uit in de grond kunnen stampen. Ja, en die Kaas en alles gaan geloven, dan ben je net zo laag, joh. Hè? Net zoals dat je vrouwtje, hè, opeens Freddy Tattoo, opeens raar tegen mij ging doen. Hoezo? Ik heb jullie niks aangedaan, weet je. Ik had altijd respect voor jullie, weet je. Altijd. Altijd. Ik heb misschien toen een keer met die Melissa wat gehad. Maar dat pas eigenlijk wel zo in dat puzzelstukjes wat nu allemaal bezig is. Toen al werd er al raar gekeken naar mensen met een geel hesje aan. Vanuit jullie hoek ook. Kan je tegen mij zeggen dat het niet zo is? Want je wou altijd die dingen. Toen bij mij ook. Wij hebben die acties. Ik heb die acties gemaakt toen. Op die snelweg. Ja, met Ingeborg en wat dan ook. En toen was hij niet ook zo iemand die opeens wegreed. En iedereen ging blokkeren om niet op de linkerbaan te rijden. Weet je, toen was het ook al zo'n verdeeldheid. Je moet ritsen met een actie. Ja, dan ga je gewoon rustig. Die een naar links. Nee, wij moesten opeens links. En Ingeborg de hele tijd links. Wat zijn wij bezig dan? Om bang te zijn om links te gaan rijden? Wat op je? Helemaal niks. Het is heel veel duidelijk, joh. Heel veel duidelijk dat deze mensen erachter zitten hier. Niks gunners. Maar niemand breekt ESV. Onthoud dat. Niemand breekt De Vent. Niemand breekt Gila Jan La Familia. Eén volk, één taak. Echt. Alle voor één, allemaal samen. Toesa samelen. Dat zijn wij.
Die vale, vieze, gore, valse beschuldigingen aan mijn adres en aan Williams' adres. Ja. Nou, dat gaat jullie nog duur komen te staan, steltje klootzakken. Heel duur. We zorgen heel ervoor duur, dat, heel duur. Dat de mensen niet tot elkaar kunnen komen. Ja? Juist. Doen jullie heel veel tijd al. Hè? Juist. Mij vals beschuldigen. Jullie kennen mij nog niet eens. Ik hou niet van valse beschuldigingen en van leugenaars hou ik ook niet. Hè? Juist. Jij bent in de trouwbaar terecht geweest, toen met je vader en alles. Je hebt jezelf nog te bibberen en heel, in het trauma. En ik heb jou opgebeurd en jezelf opgebeurd. Ik heb gezegd, Albert, je kan dat zelf, met mijn hulp erbij. En dat is ook hulp, dat wij samen op pad gaan naar Brussel, naar de zee, naar de storm en noem maar op, weet je. Wie zijn jullie om te zeggen dit en dat, kankergekken met vingertje wijzen? Weet je wat een vinger is? Als ik een loop in je kankerbek stop, gek. Dat is een kankervinger voor jou. Je moet niet met mij gegeins en dolletjes gaan maken. Hè? En met jou. Wat denken ze? Denken dat ze de man zijn en wat dan ook. Weet je? Denken gewoon die jongen met een bril of jij, weet je, dit en dat. En dan kan doen wij elkaar daar. En zonder bril op. Gezichtsbedekking en wat dan ook. Wat dan? Wat dan? Ik ben een strijder. Ik ben een echte defender. Ik ben een echte breker. Maar een breker die kankerhard schopt tegen de EU. Hun scheenbenen aan. Ja? Dat ze niet meer kunnen lopen. Dat is mijn bedoeling. Dat is mijn leven. Ik wil ze kapot hebben. Je moet in de brand. Je moet gewoon verbranden. Geroosterd. Vieze kankertuig. Die allemaal meedoen aan de oranje. Is allemaal kanker. Nou ja, fake. Allemaal neppers, joh. Allemaal rotzooi. Ja? Ik zat lekker ontspannen. Lekker bij de waterkamp met mijn vader. Ja, dat doet mij goed. Doet mij goed. Ik heb nu mijn plan. Ja, heb ik in oog. Ik heb met mijn vader gevist. Wat ik hem beloof. Maar stel als ik vast kom te zitten met iets of wat dan ook. Dan ga ik me kut voelen. Nu voel ik me niet kut ervoor. Snap je? Ik heb mijn ding, mijn missie met mijn vader gedaan. Ik heb gewonnen met vissen. We doen altijd een kampioenschapje, weet je. Ja, ik heb er toch 6. Ook mager, weet je. En hij had er 1. En normaal had mijn vader dubbel hè, en alles. Maar ja, hij vond het denk prachtig. Hij zat meer naar mij te kijken. En ik gefocust op mijn dobben, weet je. Misschien was dat het. Ouwe, weet je, die man heeft hartstikke pijn in zijn benen. Hij weet, ik ben ook chronisch ziek. Hij helpt mij ook, weet je. Hij helpt mij met die vis scheppen en alles. Weet je hoe mooi dat is? Die man heeft pijn. Hij is ziek. Hij wordt opgegeven misschien. Misschien. Weet je, die onderzoek is er morgen. Om 9:00. En dan hopen dat het goed is. En anders sta ik morgen al bij Kaas voor zijn deur. Want dan is het vuur in mijn... dan ga ik vuur blazen. Onthoud het. Je adres heb ik binnenkort, Mattie. Je adres heb ik binnenkort. En nogmaals, de hele wereld weet mijn adres. Nogmaals. Ja? Hoe vaak ben ik in mijn lijf geweest, heb ik het gezegd. Hoe vaak heb ik bij de politie gestaan, dan moest ik mijn adres geven, dit, dat. Dat boeit me niet. Ja? Het gaat er wel om dat jij ook wordt bevestigd met je adres. Snap je? Gaat er gewoon gebeuren. Dat gaat er gewoon gebeuren. Want ik kom achter je adres. Er zijn heel veel mensen die gaan er nu achter. Dat jij echt, geloof me maar. En je moet niet raar opkijken dat ze vanavond al aan je deur staan. Dat ze je kankerkop eraf slaan. Geloof me maar. Ja, het kan zomaar zijn hè, dat ze bij hem komen. Dat is mij al gezegd. Ze gaan er even achteraan. Ja, want ik ben geen lafaard. Ja, en ik laat dan alle mijn mensen mijn bewijzen waar mijn adres op staat en noem maar op. Want daar zat zeker ook misschien een tactiek achter, hè? Svenie en Hans, hè? Kasi, hè? Om even mijn adres te bevestigen. En dan, kijk, dat is een mooie screenshot. Die gaat die niet aan iedereen, want dan weten hun ook zijn adres. Nee, ik ben niet zo lafaard. Ze zijn nog strafbaar ook, hè? Om jou zo jouw adres erop te zetten. Dan zijn ze fucking strafbaar. Dat was mooi. Daarvoor, ja. Ik heb dat bewijs en als ik wil, ik ken mijn twee kanten op. Ik ken die kant op en ik ken die andere kant op. Ja. Snap je? Dus die kant kunnen we ook nog op gaan. Maar eerst ga ik eens even uitleven op deze rat.
Echt, hij heeft ook zo'n hoofd, hè? Zo'n rattenhoofd heeft hij. Serieus. Met zo'n lege, met zijn kistjes aan. Oh. Jongen, die gozer, die weet niet wat hij heeft aangehad, weet je? Hij weet echt niet wat hij aan heeft gehad, die schildbek. Ja, ik vond het altijd een goede gozer. Ja, en opeens krijg ik de raarste dingen van hem tegen mij en noem maar op. Ik weet het niet. Ik weet niet wat zijn bedoeling ervan is, of noem maar op. Hoeveel kijkers kijken er eigenlijk? Want ik zie alleen gedeeld staan. 2. Want ik hoop dat het wel bij heel veel mensen er aankomt. Hoeveel? 2 kijkers. Oké, nou, misschien zijn we dat zelf dan. Wie weet. Oh. Ah. Ik ben nog maar dat niet maakt zo niet uit. Maakt niet uit. Dit is een goed, weet je. Dit gaan we vaker doen. Even, ja, ik heb nog 26 dagen blok. Omdat ik zei, die kunnen we even binnenkort een kegel geven, weet je. Een kegel, een klap voor zijn hartjes of zo, weet je. Het is kegel. Kegel is niks. Kegelen, dit is een kegel. Even lekker kegelen. Ja, kegelen. Kankermacholen. Echt, Facebook ook, jullie zijn kankermacholen. En die mensen die mij hebben gemeld op een politieagent, dat ik zei, ja, we gaan mee kegelen of wat dan ook. Weet je, kegelen, eens een biertje drinken, kegelen. Weet je, zo stom, jullie weten nog helemaal het woord kegelen betekent. Kankergek. Ja, joh, dat staat niet in de woorden. Nee, maar je ziet het, ik ben toch weer live, weet je. Alleen, kijk, ik moet deze link jou moet ik gewoon even delen. Want dat is gewoon jouw Facebook en die ken ik gewoon, eigenlijk moet ik die kennen delen. En dan, maar hij werkt goed. Dat is goed. Het werkt. En dat is het belangrijkste. Dat is een goede test dat het toch nog werkt. Hè? Daar hebben we die StreamYard even nou niet voor nodig. Die StreamYard die komt ook in de aanmaak, weet je, want daar gaan we ook, wij gaan het werk overnemen van een bepaalde iets. Wij zijn de waarheid, wij zouden op de StreamYard, ja, misschien wil Albert wel een keer een kemmetje halen, of hij haalt wel eens iets anders, als het hem uitkomt. Ik ga hem niet zeggen, hij zegt, dat moet hij uit zichzelf. Maar dan zou ik wel voor een PC gaan en geen laptop. Of wel, een PC, ja. Het liefst een PC is altijd goed. Hè? En dan gaan wij het echte nieuws brengen. Maar dan ook het echte nieuws. Snap je? Het nieuws van Rusland. Echte nieuws van Rusland. En het echte nieuws wat alles gebeurt. Wat ik altijd al deelde en noem maar op. En via die pagina gaan wij een hele grote uitbreiding maken. Een hele grote uitbreiding gaan we daarvan maken. De echte feiten gaan op tafel gebracht worden. Ook de politieke dingetjes gaan allemaal van de waarheden. Alles gaan gepubliceerd worden. Alles, alle BN'ers waar we nu al mee bezig toen al waren, gaat nu al gepubliceerd worden. Eén voor één zijn de BN'ers gewoon de Sjaak. Zoals jullie het allemaal meemaken en zien. Toch? De ene na de andere komt naar buiten dat ze zich hebben schuldig gemaakt aan misbruik. Hè? Dat is zoals Johan Derksen. Ja, dat is zoals Johan Derksen, de grootste narcist die er rondloopt. Weet je, met zijn vieze praat elke keer, zijn grote bek tegen het volk en noem maar op, ook over Utrecht. Nu de Johan Derksen ook alweer. Dus, Hij heeft ontucht gedaan met de kaars. Verkrachting heeft hij toegegeven op de VI. Ik zat ook te kijken, om een kaars had hij het. Wow. Maar dat ze dat zo hoog opnemen, dat vind ik wel een beetje. Ik weet niet hoe. Je weet, VI zegt wel eens dingen en noem maar op. Je hoeft dat niet allemaal zo serieus te nemen. Het kan ook gemaakt zijn, weet je? Ja. Want ze kennen heus niet meer te gaan te bewijzen. Ja, dat ze dit doen. Hoi! Hoe is die dan, Kimmy Thomassen? Hey, die kijk je ook gezellig. Kom er wil gezellig je ook bij de Muppet Show? Kom er gezellig bij de Muppet Show, Kimmy. Maar wel de Muppet Show van de waarheden. Ja, want ik laat mij niet door ene Kaas Adam en Jurgen Smits en al die andere ratten. Sven Schmitz, ja, maar helemaal onder de grond. Die hebben mijn adres hebben ze gepromoot en allemaal met rare teksten.
Maar dit is de derde keer al. Snap je? En zodoende weet ik dat deze mensen achter de fidère en alles zitten. Snap je? Het maakt niet uit. Maar jij ook, Kimmy. Jij moet het ook niet opgeven, want dat ging ook eigenlijk door verdeeldheid en praatjes en noem maar op. Jij bent een krachtige vrouw. Jij bent een batterij. Wij hebben jou nodig. Een soldier, een echte rebel. Weet je? Jij hoort er ook bij. Jij moet ook de vierde naar Amsterdam komen. En als je wil, kun je deze live ook even delen, Kimmy, als je wil. Als je wil, hè. Want ja, ik heb 26 dagen, hoe heet dat? Blok. Je lijkt wel de Muppet Show, die Stefan Balkon. Gek, joh. Maar ja, we kunnen ook een Muppet Show maken. Daar zijn we heel goed in. We kunnen ook een Muppet Show maken. Echt. We kunnen heel goed. Hé, hey, maar als je nu naar Albert kijkt. Albert heeft gewoon een klein neusje, hoor. Ja, en die andere gok, hè, noem maar op, weet je. Die van Vidère. Dat was echt een gok. Het was van het snuiven heeft hij die, denk ik, gekregen. Helemaal opgezwollen en alles. Maar hij moet er niet zo wijs doen. Thuis, maar weet je wat het is? Hij moet ook helemaal niet wijs doen, joh. Met me in mijn lijf komen en die Jure Jan ook in mijn lijf komen. Denk je dat dat van mij intimiderend overkomt of zo? Dus even langskomen dan. Toch? Ja, maar lach. Ik hoef maar één belletje te doen en dat is naar de harde kern. En jullie worden allemaal geneukt. Meer zeg ik niet. Ik zweer het. Ik hoef maar één keer te doen. En ik heb nog in één keer gezegd, ze weten hoe ik ben. Als ze me horen, Willy is in moeilijkheden. Ja? En Vidère en die gasten, ook Kaas, die hoort daarbij, noem maar op. Die hebben gezegd, jullie zijn welkom, de koffie staat klaar. En dat vergeet de harde kern niet, waar ik ook bij hoor. Hart en nieren, harde kern, hè. Dus. En ook al zijn hun met de Oekraïnse vlag, ja? En ik met mijn pro-Russia... Wij zijn één. Wij zijn familie. Sowieso komt er niemand tussen Utrecht en Utrecht en mij en hun Noord. We kennen elkaar van bloedsverwanten, van kleins af. Weet je, we hebben hetzelfde bloed, hetzelfde DNA. Staan allemaal achter mij. En niet alleen mijn Utrecht hooligans of wat dan ook staan achter mij. Nee, er staan nog veel meer hooligans, ook van andere clubs en noem maar op, ook achter mij, weet je. Dat ze ook zien waarom ik een geel hesje altijd draagde. Omdat ik met andere dingen bezig was. Het voetballen interesseert me al sowieso niet. Ik had graag gehoopt dat een paar miljoen van de harde kernen van alle clubs aan waren gesloten met een geel hesje aan, weet je? Dan maar een muppet inderdaad, hoe jij dat zegt, een muppet of wat dan ook. Ja, maar zo worden we ook uitgemaakt. Maar ik snap jouw geintje daarachter. Maar het is wel zo, snap je? Alles staat achter mij als het moet. Onthoud dat. Maar ik had het liever ook gezien al. En ik snap ook wel op een gegeven moment dat deze mensen niet willen gezien worden op een paar dingen. Omdat ze dan in worden gerekend. Dat zit niet in hun aderen. We zijn daar op gebied een klein beetje een bange. Zijn bange poepetjes. Hè? Zijn het woordentermen ook van onze wappie. Hè? Van onze Vidère. Maar ze zijn heel goed, hè. Ze zijn heel namelijk goed met allemaal met woordjes verwisselen en een toneelstukje opzetten. En dan zijn ze werelds in. Maar wij trappen daar niet meer in. Wij trappen daar niet meer in. Echt niet. Nee, want dan het is iemand... schitter als de pesten. Wat ze doen. Zeg maar iets over dat Debbie. Over die Debbie Bleekmeijer, die jou aan hebben gedaan. Zeg maar, die vieze vuile bloedhoer. Ja, bij mijn vader voor de deur staan. Terwijl die man gewoon zijn vleesje aan het bakken was. Hij was ook toen de tijd al doodziek. Hè? En een beschuldiger van die Vidère. Hè? Met nog een persoon erbij. Daar zat nog een persoon bij zich. Ja. Ik vergeet het allemaal niet, hoor. Wie was die andere persoon eigenlijk?
Moet het die naam kan dat Tinescoop zijn? Nee, die was daar niet bij. Nee, een andere. Maar we vergeten ook niet die andere, hè? Die jouw vader ook had opgelicht, hè? Je weet wie ik bedoel, hè? Oh ja, Marcel Friesema. Juist, die ja. Dat verhaal, daar zijn wij ook nog niet mee klaar met hem. Allerlei van die rare praatjes verkopen, hè? Dat mijn vader zich bevond bij de politie en dit en dat. Hè? Dat hij deed aan racisme en zo. En dat hij pedofiele dingen deed. Nou, dat heb hij nog nooit gedaan, hoor. Want ik hield enorm veel van hem. Hè? Hij heeft goed voor me gezorgd, hoor. Toen ik een kleine jongen was ook. Dus dat verhaaltje, dat gaan we ook even uit de wereld helpen. Nou, die Marcel Friesma, we gaan ze ook een verhaaltje noemen. Ik heb alles die verhaaltje, die Marcel Friesma is een verhaaltje, die Hans Hardam is een verhaaltje en Sven Spiets is een verhaaltje. En de rest erbij. Want dan kunnen we alle namen erbij gaan zetten, weet je. Maar dat heb ik al vaak genoeg gedaan. Het zijn gewoon hun en dan dat verhaaltje, dat wordt uitgewist binnenkort met hun. Dat uitwissen moeten de mensen maar lekker zelf gaan invullen wat dat is. Ik ben niet iemand die praat, ik doe. Dus. Juist. Ik ga niet lopen praten dan met je of zo. Niks. Nee. En er zijn nu heel veel bevestigingen omdat er ook er hoeft niet meer gepraat te worden. En die gaat ook niet meer over gepraat worden. De tijd van praatjes is gewoon voorbij. Het is nu al 2,5 jaar bezig. En waarschijnlijk is het nog al veel langer aan de gang. Ook op het gebied van jouw kant en vader. En, dat het al veel langer bezig was. En toen dachten ze, hey, we gaan hem, William de Vos ook als een slachtoffer nemen. En we gaan die als een slachtoffer nemen en alles. En heel veel is fake slachtoffers geweest namelijk. Omdat ze gezamenlijk... Bloedhonden zijn het gewoon. Juist. We gaan ze aanpakken, vriend. Het is klaar met deze mensen. Want ik ben deze mensen heel spuug zat. Ik kan er niks aan doen. Ik ben niet gauw mensen zelf. Maar als ik achter waarheden kom en mensen bevestigen zichzelf. Je moet het zien. Hoe vaak zeg ik het? Ik hou van schaken. Ik ben het schaakbord. Ik ben net zoals Poetin. Ik zou de laatste zet zetten tot ik jezelf klem maak met jou zetten. Jij maakt die zetten tegen mij. Jij wilt schaken tegen mij. Ja, ik zet jouw schaakmat op je eigen zetten. Want als je eigen zetten bevestigt, een paar keer. En dit was de druppel, mijn adres en alles erop te zetten. Dat is schaakmat. Dus niet schaak. Schaak stond je al in mijn gedachten. Maar die schaakmat, dat is nu gebeurd. Nu sta je schaakmat. Je bent zo dom. Om die naam en die naam te gebruiken, gezamenlijk. Snap je? En het is geen fake. Het zijn ook geen fake dingen. Want ik kreeg van een hele goede bron. Ja, kreeg ik opeens die screenshots. Kreeg ik opeens. Ik zei nog eerst, joh, laat gaan, joh, dit en dat. Nee. We laten het niet gaan. We laten het hier ook niet bij zitten. Ze hebben gelijk, diegene. Daardoor ben ik achter heel veel dingen nu gekomen. Jullie hebben jezelf schaakmat gezet. Op jullie domme stommeliteit. Met je eigen dingetjes invullen en posten en stoellopen doen. Bla 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 bla. Zoals een kaas doet. Bla bla bla. Snap je? Alleen maar bla. Want je hebt je al. Ja, maar er zijn nog meer mensen die niet zo met kaas wat dan ook. Ik zei, weet je, er werd al gezegd, kom we gaan een groepje opvormen tegen kaas. Nee, deze rat, als mensen hem willen hebben, dan moet je hem pakken. Als ik hem zie, is die de mijne. En toevallig ben ik altijd met Albert, dan is die met hem en met mij de mijne. En ik onthoud, ik theesier je en ik pak je met een bloed erdoor, ik sla je hersenpan in, vriend. Onthoud het. En dat zijn niet echte ijzeren, hè? We eten je. Onthoud het. Echt waar.
Weet je, deze mensen moeten gewoon even een keer hard aangepakt worden. En dan zou je zien dat die andere mensen niks meer gaan delen op Dumpet of wat dan ook. Is het afgelopen. Is klaar. Stilte. Stilte is het. Snap je? En die test ga ik nu met mij uithalen. Als deze mensen nog... Ik sla ze eerst een dwarslezen als het op aankomt. Ik zou me niet tegenstribbelen of bij de hand groot doen. Ja? Dan heb je nog groter probleem. Je gaat nu... Tijdens het gevecht met mij, man to man, je bent een grote babbelaar, ja? Grote babbelaar. Dan moet je het ook waarmaken in de real life time, ja? In de real life, in een echte leven, ja? Moet je niet huilen, ja? En dan moet je ook niet huilen, ja, zo, dit is me aangedaan, en noem maar op, noem maar op. Je hebt gezegd, ja, Fidel hebt mij kapot gemaakt, alles afgenomen. Dat is niet zo, want je hebt een vrouwtje en een kind. Daar had je mee bezig moeten zijn. En ben je niet mee bezig geweest? Ben je niet mee bezig geweest? Je bent 2,5 jaar. Je hebt foto's nog in jouw galerij staan. En dat heb je met Marion Weyenberg. Heb je dat gedeeld nog? Met een mes waar ik notabene mee stond. Dat is allemaal verleden. Oude koeien uit de slootal. Hè? Waar ik voor vast heb moeten zitten. Dat was al die eerste, de tweede. Was dat. Ik heb toch een goed adviesje voor diegene die... mensen vals lopen te beschuldigen, zoals ons vals lopen te beschuldigen. Je kan je excuses aanbieden. En wel gemeen, ja, met je gelul allemaal over anderen. Juist. Of je komt toch een keer goed in de problemen. Juist. Ik ben gewoon een... een huisvader, een hardwerkende vader, hè? Met een baan. Ben je zeker? En je maakt de tijd vrij om ook nog... Ik maak daar mijn handen niet aan vuil, hoor. Aan die vuile rotzooi van Videren, hoor. Tje. We eten jullie ze. Spoken zien jullie gewoon. Echt. Ja. Maar rare dingen, weet je, daardoor moeten ze even goede klappen krijgen. En dan de klap van de molen, van de wieken. Yeah. Dan is het afgelopen met die babbels. Klaar, is klaar. Ja? Hoe ik het ga doen, dat zie ik nog wel. Misschien bel ik mijn matties op uit Utrecht en nog een paar leuke Marokkanen, noem maar op. Dan gaan we met een paar auto's gaan we even naar Dordrecht. Of wat dat ook. Zijn leuke jongens. Ja, Utrecht staat bekend om te gaan reizigen. Hè? Om te reizen. We zijn overal bekend. In alle regio's en in het hele land. Wereldwijd. Dus we houden daarvan ook. Notabene. Waar zijn reizigers? Hé hey Leilon, ik ga jou binnenkort even een nummertje geven. Als jij dat van mij even wil uitchecken. Waar diegene is. Dat zou helemaal goed zijn. Helemaal goed. Goedemiddag, broer. Goedemiddag, Lelo. Maar het gaat erom dat Kazadam gewoon een sigaar is. Schwenschmies een sigaar is. En de rest van de ratten, wat ik al eerder zei, zijn ook helemaal echt onthouden. Ja, dank je, Lelo. Sowieso, pik. Sowieso, maatje. De vierde, hè? Gaan we naar Amsterdam ook, hè, Leon? Zie ik je ook weer, hè, daar. Dan ben je ook weer welkom, je hoort bij ons, sowieso. En de vierde gaan we, voor Hessel gaan we daar staan. Iedereen, vriend of vijand, maakt niet uit. Voor hem doen we dat. Hessel was een echte strijder. Juist, voor vriend en vijand. Ook al zijn de vijanden er... Boeit niet. We doen het ook voor, hoe heet dat, voor de vijanden. We doen het voor alles. Onthoud het. We gaan zijn droom waarmaken. Echt. Zijn droom gaan we waarmaken. En ik mag zeggen, ik ben ook gewoon, ja, hij ook Albert. Wij zijn inderdaad ook D, weet je. Maar wij zijn meer van de Brabantse kant. Wij zijn de steun. En hun van Brabant zijn ook de steun van naar ons. Wij zijn één grote familie. Door heel Nederland heen. Dus wij tolereren geen disrespect om adressen van anderen er neer te gooien en noem maar op van die gekheid. Snap je? Hey,
Dan moet, ik ben een ESV'er geworden. Albert is een ESV. Leon is een ESV. Ja? Wij zijn allemaal één. Wij zijn broeders en zusters. Zij breken ons niet. Zij komen niet tussen ons. Wij weten wat we aan elkaar hebben. Ook al willen ze ons gaan breken. Kijk, dit is Albert. Dit is ook William. Ja, dit is ook William. Zo ben ik ook. Ik wou ook net al mijn ding opdoen. Ja, zo zijn wij. Ik hou daarvan. Nou moet je zelf eens zeggen. Hè, lijk ik nou op die fidère die jij in je uitzending had? Nee, hè? Ja, je hebt helemaal geen kruis in je huis. Zie je dat? Zo'n hele grote kruis of wat dan ook. Je hebt een hele andere bank en alles, weet je. Maar ah, je lijkt er helemaal nog eens op. Kijk. Ja, maar je lijkt er helemaal nog ineens op, man. Ja, wat totaal nee, man. Totaal niet. Helemaal niet. Totaal niet. En hij had een zwart mondkapje op die fidère. En een fidère jas. En allemaal fidère stickers. Dus ze zien lekker spookjes, hè? Heb jij een fidèrejas? Ik wil ook wel een fidèrejas dan hebben, Albert. Nee, ik toch? Wat moet ik ermee? Daarom, Pik. Daarom. En ja, ze kunnen helemaal niks zeggen of wat dan ook. Helemaal niet. Denk je dat ik fidère in mijn huis laat slapen? Het is al erg genoeg dat fidère in mijn huis is geweest. En dat deze fidère zelfs mij €50 had gegeven. Omdat ik zei dat ik ook voedselbank heb gekregen en noem maar op, weet je. Want Sven Smit zat gewoon naast me hier op de bank. Nadat ik gelijk één dag vrij was. En deze mensen hadden mezelf aangegeven ook. Ja. Hoeveel bewijzen moeten er nog komen? Hoeveel bewijzen? Tinescoop, sticky tines, net zo. Als mijn vader jou ziet, hè, Mattie. Hij gaat jou opeten, hè. Mijn vader gaat jou opeten. Onthoud het. Mijn vader houdt niet van haat of wat dan ook, hè. Maar dus hij zei, laatste dag, onthoud. Ik ben ziek, zoon, zei die. Onthoud, als ik die kankergek zie, die jou ook verraaien heb, ik ga hem echt klappen geven. 100%. Dat zegt hij, 100%. Hap. Ja. Met mijn vader moet je gerijntjes maken, hoor. Geloof me maar. Die slaat je helemaal, die is nog erger dan mij. En mijn vader is die haatzuchtig. Maar mijn vader heeft vroeger in het verleden die telescoops, geld gegeven. Toen stond hij met straatnieuws bij de Albert Heijn of bij de Netto-Rabo. Mijn vader was altijd meegevend, hè. Of een checkies draaien of een plukje check geven. Maar ook geld. En niet voor die prijs van de krantje. Nee, mijn vader gaf altijd wel meer. Snap je? Ja. En daardoor. En ook mij dan nog vies maken, vuil maken, mij verraaien bij de politie. Ja, ik zou eens zeggen, Nederland, de overheid weet dat ook. Ik had hele grote ondergrondse praktijken en dingen, hè? Hele netwerken. Ja, anders waren jullie al lang bevrijd. Tinescoops heb alles verraaien bij de Wouter, bij iedereen. Ja, daardoor zit ik nu onder toezicht met OTS en noem maar op. Ja, en dan zijn nog wel wat meer dingen bijgekomen. Maar zo is het wel allemaal. Ja, en die Jurgen Smits die over mijn kind praat en noem maar op. Het zijn allemaal viespeukjes. En die Eindje van de Hoeve die ook ging al stoken tussen Hans van ons en mij. We waren boezembroeders ook, Hans van ons en ik. Ging ook overal naartoe. Maar tot hij opeens met de Jurgen Smits in aanraking kwam. Toen ging de rol opeens heel raar naar mij draaien. Het is allemaal bevestiging. Zelfs Hans van Os heeft het toegegeven, Jurgen Smits. Dus ga nou niet liegen. In Brabant. Hè? Of niet, Albert? En dan ging Hans van Os constant afstand van me nemen. Hè? Toen opeens. Toen zei hij het, hè? Ja. Toen zei ik het. En toen moest hij wel praten, want daar kon geen kant op. Zo komen we overal achter. Juist. En ja, via jou ben ik helemaal achtergekomen dat je Jurgen Smits erachter ook zit. Omdat jij mij ook die foto liet zien. En dat is die pannenkoek. Ja. Overal komen we achter. En mensen denken dat we een heel netwerk hebben. We zijn het netwerk zelf.
En ik zou nooit zeggen wie mijn netwerk is. Over mijn vader zeggen, net goed dat hij dood is, hè? Nou, ik weet wie er gezegd heb. Hè? Ik weet wie er gezegd heb. Over mij, slechte praten, kanker. Zullen we nu naar die kankerzeeland gaan? Gaan we nu even voor zijn deur. Vieze kankerjood. Trekken we nu even uit zijn. Ze is even gelijk een waarschuwing voor die kankerkaas. Zullen we even nu naar Zeeland rijden? Oh, ga met ons geen geitjes maken, want hij haalt me zo op. Slaan we je hespan in, hè, Jurgen Smits. No probleem, hoor. Dan gaan we even naar Den Haag. Ja? Dan gaan we daar even de rest even pakken. Onthoud dat, met ons moet je geen geintjes maken, kankerwousjes. Want geloof me, als wij eraan komen, dan heb je al de politie gebeld, je nep veteraantje. De politie is dan te laat. Je bent gewoon Pussy Haddam. Een Pussy Haddam heet jij. Je heet geen Kasa Hans Haddam, maar je heet Pussy Haddam. Pas goed, Pussy Haddam. Miauw. Wakkelo, hè, wakkelo, dat ik deze man, hè. Ik eet hem op, vriend. Echt, ik heb nu al zin om naar de Zeeland Goesbeek, hè? Of naar Goestein te gaan. Dat is een kankerbek. Ja, dat is goed, dat is goed. Waarom ik nu zo reageer? Wat jij nu net zei. Omdat die zei, ja, net goed dat je vader dood is. Maar ik moet hem naar hem toe gaan, joh. Slaan ze hele kankerspan. Van hem heb ik wel dat adres. Die vieze. Dus dat is een vieze kankerkop, hè. Ja. Dan komen we er even zo aan. Je lopen lullen. En ja. En Albertje, ja, die heeft precies hetzelfde, omdat hij dat draagt. Dat heeft hij van mij ook toen gekregen. Ik heb hem ook. Snap je? En dat, daar is hij lekker blij mee. Lekker in de lente, in de zomer, tegen de wind. Ja. Mogen jullie ook mijn mooie ogen zien? Mooi, hè? Alleen ik zie jullie nu. Mooi, hè? Maar ja, zo ben ik namelijk ook gewoon. Toch? Mensen zoals die Eindje van de Hoeve zegt, ik ben een Romeo of ik ben een agent, ik ben dit, ik ben dat. Gek, joh. Ik ben niet goed in je hoofd, joh. Want jullie luisteren naar het verhaal allemaal mee, weet je? Want dat weet je toch wel. Je is een grote bek geven, ja. Kaasje, ja, dat. Maar de rest of Sven Schmitz. Kom zo even bij je, jongen. Geloof me maar. Ik zweer het. Geloof me maar. Ik heb één iemand gezien ook, hè. Op de... Hoe heet dat? Bij S. Bij de begrafenis. Heb ik één iemand gezien. Ik ben blij dat ik diegene heb gezien. En ook een knuffel heb gegeven. Ja. En dat we elkaar alweer hebben gezien. En ik zeg één ding. Dat was een hele grote beer. Een grote man. En die kent Sven Schmitz ook. En jij komt erachter. Sven Schmitz. Want jij wou altijd je kontje laten dekken door deze grote beer. Door die grote man. Ik ga geen namen noemen. Ik heb hem ook nog een knuffel gegeven. Jij hebt hem ook nog geknuffeld. Jij weet precies, op het einde. Op het einde inderdaad. Niks zeggen. Gaat niemand wat aan. Dat doen we. De mensen, die metselen zichzelf. Zijn de metselaars van de elite, de metselaars. Ja. Hun metselen zichzelf in de elite praatjes, in die chidromen van ze. Ja, maar ze denken dat ze tegen hun zijn, maar ze zijn net zo als hun. En daardoor maken hun die fouten. Ja? Ik noem het misverstanden in hun factor, weet je. Hun denken dat, misverstanden. Nee, je hebt met mij een schaakbord opgezet. Een schaakbord. Ja, dat ik jouw schaakmat heb gezet met je eigen zetten. Dat is schaken. Dat is schaken met elkaar. Of niet? Dat is schaken met elkaar. En als ik zeg, ja, met je zonnebril altijd op, of ik met mijn bril, ik maak zelf uit hoe ik erbij zit. En wat ik doe. Ja, maar met mij heb je een hele grote fout gemaakt. Een hele grote fout gemaakt. Om de bevestiging op mijn adres. Met dit en coke. Ja, coke is een heel slecht iets. Dat is ook heel dom dat je dat hebt gezegd. Want ik ben anti-coke. Ja, onthoud dat. Daar ben je ook te fout in gegaan. Je hebt al eerder over mijn zoon. Je hebt een mes laten tonen met een foto van mij. Waar ik voor op ben gepakt.
Op kanker, ik ben helemaal klaar met je. Helemaal klaar met hem. En die Jurgen Smits ook met zijn blije taal, ook grote bek geven toen over mijn kind. Waarloze vader, net goed dat je kind bed wordt gehaald. Daar gaan we alles aan doen. Allemaal bevestigingen, joh. Vieze rikken zijn het. Zeg, klootzakken, weten jullie wel hoe erg het is als je kind wordt afgepakt? Hè? Ik ben blij. Als mijn ex mij ook nu zou horen, ik heb respect voor je, ex. Ik heb respect. Waarom? Dat je met mijn vader hebt gesproken. Dat mijn zoon en mijn vader met elkaar kunnen optrekken. Ik ben blij, joh. Heb respect voor. Respect. Dat ik hem zelf niet zie, kun je dan. Maakt niet uit. Het is, weet je, de bedoeling geweest van mijn haters. Is de bedoeling geweest van mijn haters. En daar horen Hans Saardam bij en al die andere ratten. Ook nog meer andere ratten, maar die zitten in het noorden en die zitten overal opgesteld. Overal zitten ze. Maar de echte, die zich hebben bevestigd met schaken bij mij, tegen mij, in mijn hoofd, tegen een onzichtbaar bord. Ja, die hebben zich bevestigd bij mij en een schaakmat gezet. 100%. En daar ga ik ook niet verder meer over door. Dat zijn dode ballen, mannen, hoor. Die hebben ballen, die laten zich tonen. Die hebben grote mond met hun eigen naam, geen hun koffernaapjes. Want ze denken, oh, dat kunnen we wel even doen. Onder vrienden stond het, hè. En ze dachten, oh, onder vrienden. Maar in je eigen vriendenkring, Kashi, had je het toch niet door, hè. Meer bevestiging hoef ik ook niet meer te hebben, hoor. Dus bevestiging genoeg. Met Kaas, Haardam, Hans Haardam, Sven Schmitz met zijn hele naam erbij. We gaan een tosti van je maken. Een hamkaas. Hamkaas-tosti. Yes. Respect. Ja, we doen gewoon lekker kaas. Lekker jonge beleegd kaas. Yeah. Gaan we meenemen. Voordat we daar dat ding doen, gaan we eerst een tosti eten. Eerst een tosti. Geloof me. Ik zou jullie eens geven daarna dat ik er ben geweest. Ik ga niet live op het moment. Want ik moet ook mijn handen vrij hebben. Ik moet even alert zijn. Maar ik laat wel zien dat we er zijn geweest. Zoals die kankerpedo's die we allemaal geëxposed hebben en kapot maken en alles gas laten eten. Snap je? Ik heb een hekel aan pedo's. Waarom? En dan zouden we deze mensen zoals die pedo's eens even behandelen. Want ik noem dit ook pedotaal om te zeggen dat je dat net goed dat een vader dood is. Net goed dat mijn kind weg is. Allemaal pedofilie. Ja, een kind vindt dat, hè, als die, hè, voor ons, wij zijn oud, ja, maar het is toch pedofilie, weet je waarom? Dat je mijn kind bij betrekt, zijn vader, zijn dode vader erbij betrekt. Je gaat er aan, vriend, je gaat meemaken wat ik ben. Onthoud maar. Ga maar hulp zoeken. Ga maar bla 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 doen. Je kankerkop van je. Niks waard voor me. Helemaal niks. Die kaasje. Hè? Die gaalbak. Vieze gaalbak is het. Echt. Nu echt, serieus, hè? Ik heb zin om deze mensen echt een flinke pakkie te geven. Echt bakkie gewoon, hè? Een flinke pakkie. Helemaal klaar met deze mensen. Kun je nagaan waarom ik klaar ben. Ja, ik was ook toen, hoe heet dat, hè, met mijn andere ding bezig. Toen was ik ook klaar. Ik heb ook tegen de politie zo gepraat. Ja, die hebben het ook de wind van voren gekregen. Ja, jarenlang. Ja, toen ze mij hebben hard aanbeld, heb ik hun hard aangepakt. Kijk waar we in leven nu. Kijk hoe de politie praat op tv. Meer zeg ik niet. Nogmaals, dat is een tikje van de ijsberg. Dat is nog niks. Niks! Wat wij in staat zijn nog. Ja? Maar de politie heb ik niks mis mee. Niks mis. Klaar. Heb ik geen problemen of wat dan ook
Maar die kankerlijers, die over mijn kind en over een jongen, ja, over zijn vader praat die dood is en net goed zeggen, dat zijn vieze praktijkers. En die praktijken gaan aan het licht gebracht worden. En ik ben blij dat je mijn adres hebt gedaan, want daar kan ik ook nog geld voor verdienen. En als ze dit keer niet aan gaan nemen, betaal het. Dan kost het een politiebureau als het moet. Ja? Maar eerst gaan we van die ratjes, die babbels hebben, babbels. Heel veel babbels. Die gaan eens even aan het licht gebracht worden. En net zoals een pedo ga je aan het licht gebracht worden. En je gaat met je staart tussen je voeten, of tussen je poten ga je lopen, vriend. En je gaat daar zeker een beschadiging krijgen. Je gaat sowieso een waarschuwing in mij. Wat komt met pedo's, hè? Ik maak ze net niet af. Ja, ik maak ze net niet af. Omdat ik anders strafbaar ben, hè? En heb ik een moord op mijn geweten. Weet je? Ik hoop dat ik me kan inhouden als ik met jou ben. Onthoud het. Ik hoop het. Pijn hebben. Ja, sowieso. Sowieso. Ja. Ze gaan niet meer nadenken en zeggen, hey, die is bij mij geweest. We gaan ze zo monstreren dat ze nooit meer nadenken. Dwarslezen, vriend. Ze gaan niet meer denken. Ze gaan in een rolstoel komen. Dat is hun leven. Dan mogen ze op hun internet in hun hokje. Kanker, William, kankerzoon. Let goed je vader dood. Ik heb ook geen medelijden. Ik heb ook geen medelijden met deze mensen die zo praten over mij en over Albert, over andere mensen en vuil maken en niet te laten bundelen. Om altijd maar het afbouwmannetje te zijn of het haantjesgedrag en stoere lopen doen. Hè? Allemaal wijs doen, allemaal dit doen. Kijk hoe wij nu zijn van de ESV. Kijk hoe zijn. We zijn met z'n allen. We zijn één macht. Eén grote defens zijn wij. Onthoud het maar. Wij zijn één groot leger, zijn wij. Eén groot leger. Met vertrouwen, met liefde. Hè? En een vooral vertrouwen. En broeders en zusters bij elkaar. En dan gaat ook nog een hele andere regel komen. Maar die regel die leg ik nog een andere keer uit. Het wordt gestreden. Ja? En het is geen dating site. Ja? Laat ik daarop op duidelijk zijn. Echt. Het is klaar. We gaan nu strijden. En we gaan voor ons doel. Ja? Ons doel gaat bereikt worden. Eerder gaat er niet geneukt worden. Ook al hebben we wel mensen. Die moeten voorplanten. Sam. Maar het gaat erom dat er andere mensen niet als vrouwen, als rebellen daar met een doel staan en willen strijden. Niet dat er opeens mannen gaan komen, ja, die opeens, hoe heet dat? Ja, de vrouwtjes, de rebelse vrouwen, nou, met hun stierentaal en wat dan ook, weet je? Met dat haantjesgedrag met de mooie kopjes en wat dan ook, weet je? Nee. En daarbij zeg ik ook, ik vond het ook wel leuk hoor. Al die dames, vrouwenparadijs, mooi. Ik heb ook vrouwen aangesproken en dit en dat. Ja, geef ik ook toe. Natuurlijk, dat is de mooiste en de beste weg om een vrouw te overwinnen. Maar ik heb er niet voor gekozen. Ik kies voor mijn strijd, kies voor de overwinning. En na de strijd en na de overwinning kan ik weer aan een vrouwtje denken. En dan kan ik weer verder denken aan de toekomst. Zolang die EU-vlag en alles er nog bestaat en er is, kan ik niet denken aan een vrouwtje. Om even dit, of even dat. Kijk, dat zijn wij, Albert en ik. Wij zijn de USS. Speel eens een liedje. Ja. Nee, geen liedjes, want anders worden we eruit gegooid. Oh ja, kut. Ja, doen we niet. En dan hebben ze ons door. Ja. Want hoeveel kijkers kijken er? Want volgens mij kijken er niet veel, hoor. Twee. Ja, en ik zie helemaal geen kijker of wat dan ook. Nee. Maar dat maakt niet uit. Komt allemaal goed. Maar dit komt heus wel door. Snap je? En ik... Wat ik kan doen...
is via jou, ja, weet je, ik ga geen andere account aanmaken. Want ik ben niet zo. Ik heb al een tool gedaan en mij hebben ze gewoon door op dingen, weet je. Maar dat dit kan, dat vind ik wel raar. Terwijl ik iets van een blok heb en alsnog wel live kan. Dat vind ik wel leuk. Ja, op zich niet verkeerd zo. Op zich is dat niet verkeerd. Is niet verkeerd, het is alleen maar goed. Maar het mooiste zou zijn als dat in mijn live zou gebeuren. En dat ik mijn mensen ook uitkennen. Jij moet alleen jouw Facebook, doe jouw Facebook pagina is en daar een link van kopiëren, naar mij toesturen. Dan ken ik het via de manager, ken ik dat nu even gaan geven aan mensen. Als je die mij even stuurt, dan kan ik die even sturen naar mensen. Maar we laten ons niet even kennen, hè. We gaan eerst even kijken als de mensen die hebben gedeeld. Of Leon, kun jij even delen, broer? Als je meeluistert nog. Want de Muppet Show die trekt kijkers. En ik, als er geen kijkers zijn, de Muppet Show moet in leven blijven. Maar wij zijn geen Muppets. Wij zijn, hoe heet dat? Geen geintjes meemaken. Ik maak geen geintjes met ons, beste. En dan heb ik het over mensen die met ons geintjes... Ik noem het geen geintjes, het zijn misdaden. Het zijn gewoon complete misdaden naar ons. Heb je? Nee, man. Even kijken. Nog op de computer. Je mag me altijd daar doen, hè, pik. Maar je gaat me niet daar doen met bieren. Dat moet je niet doen. Nee. Daar ben ik al heel lang mee gestopt. Goed zo. Want anders kom ik naar je toe, hè. Met mijn scooter. Ja. Als je dat maar weet. Dat heeft mij zoveel problemen gegeven. Nee. Daarom. Daarom. Snap je? Mag me overal met mijn zonnebril alles nadoen en noem maar op. Maar niet met bier, weet je. Dat gaat niet gebeuren. Even kijken, man. Ja, maar Kasi had dan echt de verkeerde aan de haak geslagen. Kijk, vissen is leuk. Vissen is heel leuk. Maar als je de verkeerde vis aan de haak hebt geslagen, dan heb je een fout gemaakt. En ik ga ver. En dat mag de politie Haaglanden bewamen, hè, op het veld. Dat mag je benamen. Ik ga ver. Ik ga heel ver. Ik ga heel ver, ook in privacy. Ook in privacy, dat het niet zo leuk is voor je vrouw of voor mensen die dichtbij staan of wat dan ook. Ik ben niet zo leuk op dat gebied. Spijt me. Spijt me zeer, Kaas. Vraag maar Robert Veel aan de Haaglandse politie. Ja, heb ik hem net zo, wat ik met jou ga doen. Met jou ga ik nog veel erger doen. Daarna kwam Robert Veel nog naar me toe. Gaf elkaar nog een hand. De boerenbouwproject van de demo. Hij herkende mij en hij zei tegen mij sorry nog notenbeek. Maar jij gaat niet met sorry er vanaf komen. Helaas. Helaas, pinnekaas. Rob Verhul wel, weet je. Het was een kutagent. Maakt niet uit. Maar jij komt er niet makkelijk vanaf, Kaasje. Onthoud maar. Houd maar. Hey, ik krijg het nou niet van elkaar, joh. Jawel, joh. Je moet gewoon die Facebook van je... Dan val je denk ik hier weg. Op je pagina, op je eigen Facebook komen. En dan kun je met die drie tandjes... Dat doe ik kopiëren. En volgens mij geeft hij dat dan wel. En dan moet je naar mij toesturen.
Het beeldscherm staat vol met troep. Wacht even. Ja, die troep moet je weer halen. Maar je computer reageert niet. Nee. Je moet die muis eerst op en neer halen. En niet gelijk toetsen. Je zit een tijdslimiet op, broer. Ja, maat, je wil niet weten wat voor ervaring ik met computers heb, jongen. Ik heb een hele netwerk stoplichten heb ik bestuurd. Ik heb Utrecht Centraal kunnen besturen, man. Als ik wou, kan ik spoorwegwissels omschakelen in een computer. Ja. Moet je grafische geheugen en kennis mee hebben. Nu, zeg ik je eerlijk, ik heb er heel weinig mee. Maar ik heb wel mensen die dat er wel kennen, gelukkig. Ik deed alles toen, jongen. Alles via. Ik ga niet veel zeggen, maar ik kon alles, man. Ik kon alles. Ik heb hier ook laptops, maar die laptops die zijn kapot. Toen waren de mensen ook al bezig, weet je toch? Toen sloeg ik mijn hele laptop, mijn hele scherm helemaal agort. Weg. Maar wat ik wel zie, zo'n positiviteit, weet je, lekker wees vissen. En ja, weet je, gewoon lekker dat mijn zoon en mijn vader contact hebben. En mijn moeder en de ex van mij, weet je. Dat we gewoon lekker kunnen vissen. Dat mijn vader lekker gaat vissen met mijn zoon. Ik ga niet zeggen wat of wat, weet je, is gewoon leuk. Ja, zijn goede berichten, geeft mij positiefheid. En daardoor, weet je, dat geeft me kracht. En de mensen die mij altijd ondersteunen en zeggen, je zoon komt bij je. Geloof ook in jullie woorden. Vooral nu. Ben ik blij, joh. En wie weet zit ik ooit met mijn zoon en met zijn broertje, met mijn ex en met die vriend. En noem maar op, om de tafel met een lekker hapje eten en een drankje. Wie weet! Het zou het mooiste zijn voor mij. Het zou het mooiste zijn, het mooiste cadeau van mijn leven. Dat mijn ouders nog gezond zijn, haar ouders gezond zijn en dat mijn kind en haar kinderen, want ze hebben twee. En dan maar die bas ook erbij, weet je, dat we lekker kunnen eten samen. Ook voor jullie heb ik nog respect en die kans gegeven. En die moet je ook eigenlijk nemen, want de mensen jagen ook. Op jullie. Jullie hebben mij dit ook aangeflikt. Ja. Ik sta voor iedereen open, weet je. Zelfs mijn vijand, de grootste politie of wat dan ook, weet je. Ik sta daarvoor open. Ik moet ook af en toe open zijn voor de vijand. Maar niet voor de vijanden die mijn kind en dit en dat, weet je. Want deze agenten zeggen ook, ja, ze kloten, ze staan allemaal bij voor mijn kind, weet je. En dat vind ik echt netjes. Dat vind ik respectvol. Solidariteit in het leven waar ik in zit en in beleef. Echt. Een beetje warm, jongen. Ja, jongen, dat is altijd. Gewoon lekker zichzelf zijn, weet je. Ja. Altijd. En hoewel het nu zich ook toont. Oké, op demo's is hij misschien heel rustig. Maar de laatste tijd op demo's ook gewoon. Hoppa, weet je. Waarom denk je dat die jongen is altijd heel rustig was? Omdat hij een trauma had. Om zijn vader toen. En dat er wordt gezegd. Ja, oh, net goed dit en dat. Ik weet precies hoe hij zich voelt. Ik voel mij ook net zo. Maar ik weet, ik kan nog iets doen. Maar ik ga wel wat doen. Weg. Het is klaar. Het moet klaar zijn, want dat kan niet lang doorgaan. Het moet afgelopen zijn. En mensen zeggen, oh, je hoeft dit en dat niet. Nee. Als jullie mij voor zijn, is het oké. Anders heb ik het gedaan en het boeit me niet. Het is klaar. Hij verdient het. En ik hoop dat de Wouter ook solidair is.
Om ook zo te denken, weet je. Want echt, dat, deze mensen hebben me vernietigd. Klaar. En jullie zijn zelfs ook het bewijs ervan. Dus ja. Ik had altijd een heel klein schaakbordje. Een heel kleintje. Weet je nog? Je had bij zijn genieten en alles. En wat was dat andere? Die steentjes. Koffieshop ding was dat. Ik weet nog steeds niet wat het Magnum, weet ik veel. Dat zijn van die steentjes die je op elkaar moet zetten. Dat is een koffieshop spelletje. Dus dat weet iedereen. Maar ik weet het nooit. Maar ik ben het best, ik ben daar heel goed in. Moet je dobbelstenen gooien en dan lopen met die dingen, weet je. Maar schaken, jongen. Oei, oei, oei. En dame. Dame en schaken. Daar ben ik werelds in. Dat is mijn tactiek. En pokeren. En pokeren natuurlijk. Dat is mijn bijnaam. Hè? Poker. Poker. Maar ja, poker is niet meer poker. Poker is in een andere leven gestapt. Poker gokt niet meer. Poker doet niet meer geld inzetten voor Pokerstars of voor de Toto of wat dan ook. Poker is andere leven ingeslagen. Poker was altijd met de dames ook bezig. Snap je? Ja. En nou niet meer. Dan ben ik met andere dingen bezig. Natuurlijk, dames ben ik ook mee bezig. Maar dames zijn ook met mij bezig. En dat maakt niet uit. Dames vinden mij ook leuk. En als ik hen leuk vind, ja, dan moet toch kunnen. Maar ja, ik heb niet, ja, ik ben 4 jaar vrijgezel. Ik heb in de tussentijd helemaal niks. Nee. Ik ben een non, ik ben een nonnetje geworden, Albert. Och. Een nonnetje. Nee, maar je weet, tuurlijk. Af en toe, weet je, moet je 2 vrouwen hebben en die zet je op de bank hier en je hebt 2 vingers en die doe je alle 2 zo tegelijk. Hoppa, laat squirten en dat is die godinnensappen die over je heen worden, dat is die kracht, toch? Ja, dat geeft je nieuwe kracht. Ik ben zo gek. Dat geeft me heel veel kracht, jongen, die kutsappen, jongen. Als ze squirten allebei tegelijk. Dat is een jongen, dat is een droom. Geloof me maar. Echt. Gewoon 2 dames, hè? Je wil niet weten. Hè? Dames houden van elkaar. Hè? Vrouwen vinden dat heerlijk. Serieus. Maar dames, hè? Ik heb heel veel tegenstanders van dames. Hè? Die eigenlijk mijn dames toen in het verleden ook al pakten. Zij, oh, een lekker wijf. Ze zaten in die chat. Hè? Die wijven met, die zat met mij. En opeens die dames. Je weet toch, ik ben lesbiennes en alles. Maar ja, weet je wat het is? Ik ben niet van de lesbiennes, ik ben niet van de transgender, ik ben ook niet van de homofilie, weet je? Dat is allemaal hetzelfde, allemaal zieke geesten hebben ze in hun hoofd. Ja. Echt. Ook vrouw, vrouw, weet je? Dat kan niet. Ook al is het leuk voor een man, maar je moet ook denken, kijk, een man is, dat accepteren niet. Hè? Ik kan ook geen vrouw een vrouw toelaten. En zeker geen mensen, mannen die zich als een vrouw ombouwen of andersom. Kan niet. Dat is, we moeten voortplanten in de wereld en daar heb je man en vrouw voor nodig. Ja. Zo gezegd, je hebt een stekker en een stopcontact. De stekker is het mannetje en stopcontact is het vrouwtje. Dat klinkt misschien gek. Nou, het klinkt niet gek. Het is logisch. Het is logisch. Dat is heel logisch. Maar zo is het wel. Of niet? Ja. Laten we daar gewoon over eerlijk zijn. Overal die muziek hier klinken en noem maar op, jongen. Oi, 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 oi. Allemaal lopen ze muziek te maken. Wel een dag. Drink ik ook nog een biertje op deze dag. Oi, oi, oi. Huh?
Daar had ik een vlogje over gemaakt. Hè? Van de week was er ook eentje die mij kankerhond noemde. Zo. Maar na een paar uurtjes was die, dat berichtje was alweer weg. Oké. Okay. Maar, dat? Ik kan niet op die naam komen. Maar ik zeg er wel bij, als die persoon dat in mijn gezicht zegt, dan, is die, dan heeft hij echt een groot probleem. Dan gaan we lachen. Gaan we lachen ja, met hem. Echt lachen, ja. Ik heb al dingen, ik heb al met jongens gesproken. Ja. En wij hebben al een planning. Als die mensen zich laten tonen. Ja, dan hebben we al een planning voor ze. En die planning ga ik natuurlijk niet zeggen wat de planning is. Hè? Huh? Daarom. Josh. We gaan niet alles te koop zetten. Nee. We zetten hun te koop. Vieze rikken. Ik hoop dat, hoe heet dat? Dat er in Amsterdam heel veel mensen komen die dag. Laat me tonen dat jullie allemaal ballen hebben. Die eerlijk zijn en de waarheid willen spreken. En dat je bereid bent om met elkaar in een broeder- en zusterschap bij elkaar te kunnen komen en te strijden. Toch? Juist. Ik heb een baardje, jongen. Als ik hem laat groeien, heb ik zo baard binnenkort. Ik heb hem vanmorgen eraf gehaald. En mijn vader zei, je moet hem even kleuren. Ja, ik zeg, ik word grijs, ouwe. Wit maken. Wit, ja. Witte haren, wit, witte baard. Ik ben grijs, jongen. Ik ben mooi, man. Ik ben mooi. Kleur heb ik krijgen. Ik zie dat. Mooi ja. Baard, zo. Oh, jong, ik ben echt een... Oei. Het is wat, hè? Anders had ik even een muziekje even erbij gedraaid. Even gekke huis gemaakt, jongen. Oh. Ik ken wel even. Volgens mij kun je zelfs nog, als je gaat eten of wat dan ook, kun je jouw lijf afsluiten en ik kan gewoon die lijf blijven gaan. Daar komt het ook, hè? Zeg je dat? Dat is raar, jongen. Dat is echt raar. Misschien kun je zelf nog live, hoor. Dat weet ik niet. Nou, zou wel raar zijn. Hiernaar, man. Misschien jij het probeert, hè? Als jij er straks uitgaat, bijvoorbeeld, dan sta ik opeens helemaal live. Kan, denk ik. Of wel? Zullen we eens proberen? Denk je dat het lukt? Kijk, misschien kan je zelf live. Probeer het. Moet ik hem even beëindigen? Wacht even.